Voor de camera staat... Kokkassen. Woonachtig in... Bodegraven. We gaan het hebben over de Meijen. Ja. Hoe komen we bij u terecht? Dat komt omdat ik in 1982 een boek over de Meijen heb geschreven. En ik had daarvoor een boek... Mijn eerste boek, ik heb inmiddels meer over Bodegraven geschreven... maar dat was mijn eerste boek over Bodegraven. En er was iemand uit de Meijen die zegt... Joh, wat leuk, heb je ook geen boek over de Meijen? Ik zei, nee, dat bestaat niet. Maar ik had gezien dat er iemand een historisch verhaal had gemaakt... wetenschappelijk onderbouwd over de ontstaansgeschiedenis van de Meijen. Dus dat was een leuk binnenkomen om daarmee te beginnen. Dat mocht ik gebruiken. En ja, dan ga je gewoon verder zoeken. Ik heb een groot krantenarchief. Dat is ooit door mijn grootvader is de krant gestart in 1904. En die heb ik allemaal doorgespit. En ja, er stond ook nogal wat, omdat de Meijen bij Bodegraven hoort, ook nog wat over de Meijen in. En dus dat ben ik eerst allemaal gaan inventariseren. Dus dan heb je wat gegevens. En nou ja, ik kende ook wel wat bewoners van de Meijen. En als je dan natuurlijk als eerste iemand hebt die goed kan praten, dan krijg je aardig wat stof naar boven. Als ik zeg de Meijen, wat zegt u dan als eerste? Prachtig gebied. Mooi, rustig gebied. Vroeger was het natuurlijk allemaal boerderijen. Tenminste, een heel groot deel. Ja, dat is voor een groot deel over. Het is natuurlijk ook voor een behoorlijk deel nu recreatiebewoning. Maar er wonen toch nog wel heel wat geboren en getogen Meijenaars. En vroeger hebben er ook veel winkeltjes gezeten. Want ja, Bodegraven was toch wel een eind weg en de weg was slecht. Maar ja, dat is allemaal over natuurlijk. Mensen hebben nu een vriezer of een koelkast en die gaan één keer in de week boodschappen doen. Maar vroeger had je dus behoorlijk wat ja, kleine winkeliers. Kruideniertjes, bakkers, groentehandelaren. Nou ja, dan had je natuurlijk de mensen die bij de boeren langskwamen met pak op de rug, zeg maar. Hè, zoals dat vroeger ging, de manufacturen, die trok alle boerderijen langs. Om de knopen en garen en sajet en weet ik wat, en klompen te verkopen. En dan had je natuurlijk ook nog de bedrijven die aan de boerderijen gelieerd waren. Hè? Dus de slachters, voordat er het slachthuis was. En nou, de graanhandelaren en mensen die vee opkochten. Dus het was behoorlijk drukke bedoeling eigenlijk in de Meijen. Is de Meijen altijd gebleven zoals die nu nog is? Qua natuur wel, maar gemeenschap is natuurlijk heel sterk veranderd. Want vroeger was de weg was slecht. Zeker achterin, want je hebt het Bodegraafse gedeelte en je hebt het Zegveldse gedeelte. En het Zegveldse gedeelte is heel lang slecht geweest. Dus echt tot halverwege de weg dan, bedoel ik. Hè? Halverwege de vorige eeuw. Dus de mensen waren ontzettend op elkaar aangewezen. Dus er was een heel sterk naboerschap, zoals ze dat noemden. Waar ja, ze elkaar hielpen bij geboortes, bij overlijden, als er iets anders aan de hand was. En in de winter, dan had je echt de boeren het niet zo druk hadden, had je van die boerenavonden dat ze bij elkaar kwamen. Liefst bij heldere maan, want dan konden ze de kuilen in de weg zien. Maar ja, dat is natuurlijk ook veranderd. Het is er nog wel, maar het is toch niet meer zoals het vroeger was natuurlijk. Omschrijft u de mensen die in de Meijen wonen? Oh, dat is heel plezierig. Ja, zeker. En ja, toch wel zeker de mensen die daar echt van oudsher wonen. Echt als was toch wel sterk op elkaar betrokken nog. Er is ook nog wel een Meijenvereniging. Maar ook de nieuwkomers hoor, die toch wel hart voor de Meijen hebben. Want ik heb al van diverse ook dat ze mij vroegen van heb je informatie of mogen we dingen op een... Ze hebben websites gemaakt, mogen we uit jouw stukken wat op de website zetten. Dus toch ook wel, ja... Die ook wel erg geïnteresseerd zijn in het hele gebied de Meijen. Ja, misschien wel het beroemdste gebouw in de Meijen. Ja, dat is de watertoren. Je wordt wel Pietje Potlood genoemd. Omdat het hij steekt echt als een rechte witte vinger vanuit het polderlandschap omhoog. Hij staat vlakbij de Nieuwkoopse plassen. En het grappige is, ik heb ooit eens gehoord van een KLM-bestuurder, hoe heet zo'n man, piloot, die vertelde dat als hij van Brussel afkwam,
die kon die Pietje Potlood al zien staan. Omdat het zo'n markant punt in het poldergebied is. Hè? Dat is er is helemaal niks omheen. En hij staat echt als een witte vinger in het landschap. Ja, hij is in de tijd is die, gebouwd om... de Meijer had geen waterleiding, had geen gas, had niks natuurlijk. Want het was te langgerekt gebied, het was te duur. Nou, uiteindelijk is er dan dus toch een waterleiding gaan kopen. En daar was dus die watertoren voor nodig, voor de druk. En daar is op een gegeven moment nog, dat staat ook in mijn boek, dat die hele bekisting, dat toen de watertoren bijna klaar was, is de hele bekisting naar beneden gekomen. Toen moesten ze, weer helemaal opnieuw bouwen. En dat is dus echt het kenmerkende punt van de Meijer. En ja, dan verder de Rooms-Katholieke Kerk. Die staat precies op de scheiding van het Bodegraafse en het Zegveldse gedeelte. En vooral vroeger voor een groot deel Rooms-Katholiek. En dan kwamen ze uit dus de hele omtrek, kwamen ze daar naar de kerk. En de protestanten die gingen naar de Bodegraven, naar de kerk met de tentwagens en later met de auto's natuurlijk. En dat ging dan over het laatste stuk vanaf de Meijer naar de richting van de Rijn. Dit heet ook de Kerkweg. Dat was om de mensen, om zo dat ze de boeren vroeger dan naar de kerk toe konden. Dat is wel een grappig verhaal. Ze hebben jaren een eigen pastoor gehad. Maar ja, dat is natuurlijk nergens meer houdbaar. Zeker niet in zo'n kleine gemeenschap. En ze hadden er waren twee scholen. Er was een protestant-christelijke school. Bodegraafse gedeelte en de Rooms-Katholieke school die zat achter kerk, dus precies op de scheiding van de Zegveldse en de Bodegraafse Meijer. En die hebben jaren heel actief gedraaid, hadden ook een belangrijke rol in de gemeenschap, want zeker vroeger was de meester, de hoofdbovenmeester, die had een grote rol in. Die werd, als de brieven geschreven moesten worden, dan was hij de man die dat deed. En de Meijer had een heel actief verenigingsleven. En daar speelde zo'n onderwijzer ook een belangrijke rol in. En, maar goed, het was niet meer hout. Er is ook zelfs nog een openbare school geweest. Maar die is ook, als ik het uit mijn hoofd weet, in 1912 of zo opgeheven. Want dat was niet meer houdbaar. De christelijke school die is gefuseerd met school in Bodegraven. Rooms-Katholieke school is ook gefuseerd. Maar of die daar nou nog leerlingen heeft, dat weet ik niet zeker. De protestantse school in ieder geval niet meer. Die kinderen moeten in ieder geval allemaal naar Bodegraven toe. Maar hoe het met de Rooms-Katholieke school... Ik dacht dat die nog wel school hielden in de Meijer. Maar dat is niet helemaal bekend.